U staat er al helemaal klaar voor. U staat zelfs te wachten tot u mag gaan stemmen. Ik sta netjes te wachten. En, ja, ik moet ook zo meteen naar mijn baas toe. Dus ja, ik kan hier mooi gebruik van maken dat het al om 6 uur open gaat. Ja, u moet nog 1 minuut wachten ongeveer. Dus u heeft nog 1 minuut om te zweven. Ah, eerlijk waar? Nee, ik zweef niet. Pim Schultz, voorzitter van het stembureau. U bent een paar minuten later open gegaan. Ja. Hoe kwam dat nou? Nou ja, we missen nog het slotje van de stembus. En zonder het slotje kunnen we het stemgeheim niet garanderen. En daarom kon u niet anders dan de mensen nog even laten wachten. Klopt, ja. Er is 1 meneer weggegaan. Die was nogal boos en verbolgen. Ja, vinden we jammer. We hopen dat hij er later vandaag terugkomt of op een ander stembureau gaat stemmen vandaag. Dat was een vroege meneer. Bent u zo overtuigd dat dat moet gebeuren? Nee, ik ga naar mijn werk, dus ik ga gelijk stemmen. Wat is het geworden, of wilt u dat niet zeggen? Nou, het is de ChristenUnie geworden. En is dat al sinds jaar en dag zo? Of zegt jaar en dag stem ik op de ChristenUnie. Ja, super dat zo vroeg hier kon. Ja. En was het gemakkelijk om je keuze te maken op dit tijdstip van de dag? Ja, ik vond het wel gemakkelijk. Ik had er goed over nagedacht. Dus hoe heeft het uitgepakt? Dat ga ik niet zeggen. Ja, ik denk dat het 50 plus wordt. En vanwege uw leeftijd? Ook. En ik maak me toch een beetje zorgen over mijn pensioen een beetje. Nou, voor mij gewoon de tijd eigenlijk. Nou, mijn werk en fijn dat ik hier kan. Ja? Dan heeft u het maar gehad. Nou, niet heb ik maar gehad, maar dat hoef ik niet vanavond in de rij te staan met mijn eigen plekje. Ja, precies. Dus dit is wel efficiënt, hè? Het is heel efficiënt. Ik ben ook blij dat het kan. En was het een moeilijke keuze of valt het mee? Nee, voor mij is het nooit een moeilijke keuze. Nee. Betekent dat u altijd op dezelfde partij stemt? Dat niet. Ik denk er wel het over na. Maar het komt altijd heel dicht bij elkaar uit. Dus. Mag ik weten wat het is geworden? Ik zeg altijd... ik hou het voor mezelf. Dankjewel.